Hier in de buurtmoestuin in de H-buurt in Amsterdam-Bijlmer wordt dit jaar voor het eerst geoogst. Betrokken bewoners hebben de tuin zelf mee opgebouwd en er zijn zoveel geïnteresseerden dat de wachtlijst ondertussen groeit. Hoe kwam deze succesvolle tuin tot stand in de samenwerking tussen de Buurtwerkkamer, Stichting Bloei en Groei en de gemeente Amsterdam? Het initiatief is gekomen vanuit de Buurtwerkkamer. En toen ben ik eigenlijk als buurtbewoner met de buren gaan praten van goh, we willen graag een moestuin bij jullie achter, is dat een probleem? Nee, iedereen vond het leuk en ach, maakt niet uit, als jullie dat willen, doe maar. Dus toen heb ik vanuit de vereniging subsidie aangevraagd, contact gezocht met de gemeente. En toen gingen starten, realiseerden de bewoners zich blijkbaar dat het erg dichtbij was en ze waren bang voor ratten in de buurt. Dus we kregen een heleboel verzet. We hebben uiteindelijk Bloei en Groei erbij betrokken. Zij hebben de buurt goed kunnen uitleggen wat een moestuin inhoudt. Bloei en Groei is letterlijk bij alle deuren langs gegaan, samen met iemand van de gemeente. Daarbij hebben we afspraken gemaakt. Ze wilden geen bankje in de moestuin, want bang voor hangjongeren. Nou, dan doen we dat niet. We hebben afgesproken dat we ook het pleintje voor de moestuin netjes houden. En als we straks gaan oogsten, dan betrekken we de bewoners ook bij onze lunches die we daarvan gaan maken. Want het is natuurlijk wel heel leuk om ze blij en tevreden te houden. Ik had veel eerder en veel beter de omwonenden moeten betrekken. Niet casual op straat, een informatieavond houden. Iedereen kent ons als buurtwerkkamer. We hadden gewoon alle buren moeten uitnodigen en onze plannen moeten uitleggen. Op een gegeven moment, als je zoveel tegenstand krijgt, ben je geneigd de handdoek in de ring te gooien. Van, nou, laat maar. Maar er waren ook een heleboel bewoners die heel graag dat moestuintje wilden. En dan moet je toch even de tandjes op elkaar en doorzetten. En nu hebben we een moestuin met een tuincoach van Bloei en Groei. Ik heb geen verstand van tuinieren. Ik wil gewoon een moestuin voor de mensen om ons heen. En nu hebben we een professionele partij die ons op alle fronten kan helpen. Carlien van de Buurtwerkkamer, de handreiking, heeft Bloei en Groei gevraagd om mee te werken aan dit project. Omdat ze ons kent van onze andere tuinen hier in Amsterdam Zuidoost. Alleen het hele proces liep op een gegeven moment een beetje vast, omdat er allerlei tegenstrijdige maar belangen waren. Dus het idee ontstond om Bloei en Groei maar te vragen als neutrale partij. Om dus samen met de bewoners dit project maar op te zetten. Wij kozen voor een laagdrempelige aanpak. We echt ervoor zorgen maar dat we eerst maar beginnen met helder uitleggen van hoe zo'n tuin tot stand kan komen. En daarin heel erg de bewoners meenemen. Om een beetje de wensen op te halen en ook laten zien dat wij als Bloei en Groei een bepaalde expertise hebben, waardoor je dus eigenlijk bewoners gerust stelt over hun angsten. Dus dat was één van onze eerste stappen, al die belemmeringen, al die angsten, al die barrières maar die bewoners hadden, om die weg te nemen door helder en goed uitleggen van wat de bedoeling is en dat het allemaal dus best meevalt. Wij kiezen bewust wie mee mag doen door het organiseren van kennismakingsgesprekken / intakegesprekken. Het is heel erg belangrijk dat mensen echt gemotiveerd zijn, omdat het heel erg bijdraagt aan de duurzaamheid en de continuïteit van de tuin. Wat goed heeft gewerkt aan onze aanpak is dat wij dus echt de tijd nemen voor de voorbereidingsfase. In dit geval was het 2,5 maand. En dat kan heel lang klinken, maar het kost echt wel tijd om een groep bewoners bij elkaar te brengen, om de buurt te leren kennen. En omdat je zoveel investeert, merk je ook dat je dan een hechte groep van bewoners krijgt. Die uiteindelijk ook gewoon heel veel eigenaarschap krijgen en nemen en ook heel veel zelf gaan oppakken. Wij hebben dit initiatief ondersteund, vooruitlopend op de ontwikkeling in de ontwikkelbuurt H-buurt. De gemeente gaat hier binnenkort verdere maatregelen nemen ter verbetering van de openbare ruimte. En we hebben gekeken welke initiatieven leven er al. In plaats van op nu te reageren op een klacht dat er iets niet werkt, willen we juist kijken, kunnen we niet positieve dingen die er zijn, kunnen we die niet steunen. We hebben het gedaan door echt met mensen daarin in gesprek te gaan. We zijn ook van deur tot deur gelopen. We hebben bijeenkomsten georganiseerd waarin iedereen echt van alles mocht roepen. De wens was heel duidelijk, we willen een graag een moestuinproject beginnen. Ze wilden ook juist samen koken met de producten uit de buurtmoestuin. Maar zoeken naar een plek, dat was wel het moeilijke. Dus de buurtwerkkamer was daar een belangrijke partner, maar ook woningbouwcorporaties waren hier een belangrijk partner die dan weer ervoor hebben gezorgd dat juist de WWE ging aansluiten bij de gesprekken die wij hadden. En zo is eigenlijk een terugkoppeling gekomen.
Als we dann in het gesprek zelf waren, was het juist ook heel belangrijk een goede gespreksleider te hebben. Die ook ervoor zorgt dat iedereen aan het woord komt. Dus dat niet één iemand de overhand neemt. De trekkers is eigenlijk dat wat de schakel is tussen overheid en daadwerkelijk aanpak. Maar zonder die trekkers was het ons niet gelukt en hadden we niet eens geweten dat het idee van de moestuin hier speelde. De moestuin floreert. We hebben een ontzettend leuke groep mensen. Je ziet ook echt de samenwerking ontstaan tussen de mensen. En er ontstaat een community. En dat is ontzettend mooi om te zien, want het zijn allemaal buren van verschillende afkomst uit de hele wijk. En hier is het een hele hechte club aan het worden.